was Arrehus all of Maarten. De bouwvak, dik. Ik vind Tijndeweg een mooi wonen. Maar, het is een rustige omgeving van de kern van Hoes. En maar het verandert wel iets, hè? Maar het verandert natuurlijk wel een beetje, want je ziet toch meer inslijpen van andere sekten. En die had er toch anders over denken dan de mensen. Die hadden vroeger op het einde wegen. Ja, inderdaad, dat is ook toch. Maar het is nog steeds einde wegen. Maar het is in ieder geval gelukkig nog het einde wegen. En dat moet men zo houden. En dat moet natuurlijk wel zo lukken, als het enigszins kan. Dat staat er nu weer op, wat dan maar zeggen. Ja, dat geef ik. Ja, zo is het. Zo staat. Misschien kom maar. Als je het einde wegen opgereden komt, het eerste wat opvalt is de witte villa op het hoekje van de Arenstraat. De Arenstraat, de toegang van het einde wegen in Maljaas. Ja. Toen werd er wat moois van gemaakt. Ja, maar dat is altijd wel mooi geweest. Het is altijd een mooi hoekje geweest, maar als dan het einde zo bij aangepakt wordt. Ja. Dat is eigenlijk wel een visitekaartje voor het einde wegen. Ik ben er jaloers op. En ik ben er meer jaloers op. Ja, met die huidzinnen erbij, het is meer een geheel geworden. Vroeger dan was het natuurlijk een ander van. Was het allemaal natuurlijk eigenlijk uit landbouw komt, minder mooi. Dat hier wat dat eigenlijk erbij wordt. Hè. Ja. Gevaarlijk kruispunt. De mensen moesten daar ook zich een beetje meer bij aanpassen, vind ik wel eens. Ze zeggen dat het is zo gevaarlijk voor de fietsers, maar de fietsers die gooien er ook met de pet naar. Dat is. Want er is een fietspad aangelegd, maar ze steken recht over. En ze maken het voor de automobilisten ook wel eens moeilijk. Dat is wel degelijk. Het is natuurlijk wel zo, deze weg die wordt drukker en drukker en drukker. Ja. Dus als je over wil, zou je op een gegeven moment je kans moeten grijpen. En het is onze eerste barrière met de rest van de wereld. De Rijksweg. De Rijksweg. De Rijksweg. Ja. Einde wegen. Ja. Toch een dorpje apart. Ja. Ik kan gebruiken in het gebied op. Ja. Ja. Gastvrije mensen ben op het einde wegen. De deur staat altijd open. Ik zou even over aan komen. Een beetje van ja, je ziet het hè. Het zal niet lukken. Vorige week, ik ben ondergekomen in de grond. Oh? En mijn voeten brukken. Ja, en Nederland ligt daarbij in de oranje cirkel. En dan was het natuurlijk dikke en gezond. En een dokter, ja, dat is hier mooi dan. Mooi oude kiekje. Wel een dokter uit de dienst zei, net van het was mooi. Ja, september, ja. Dus ja.
Wat doe je dan natuurlijk? Hè? Die drinkt eens een pijltje. Maar dat bleef drinken, maar dat was een pijl. Hè? En dat moet maar weten, want dan was ik zeggen. Hij weet een man van dorst. Ja. Nou, en toen ben ik zelf graag bij een thuis gekomen. En toen ben ik naar een dokter. Ik zei, ja, maar die jongen zei, jij te veel suiker? Ja, hè. En, ja? Ja. Dat moet eigenlijk zo rond 6, 7 wezen. Ja. Maar zolang kan ook beneden. Maar dan boven. Ja. Zeg, ik heb nog een oude luchtfoto van dit gedeelte. Ja. Nou, doe je er wat mee of niet? Misschien. Maar we willen een luchtfoto van Teerlijnen weten. Ja, maar dat heb ik dus niet. Maar zo soms kunnen aan andere mensen van deel. Nou, wij zijn maar... Wat we hebben. Ja, dat wordt een los vol, hoor. Dat zijn oren hier. Ja, maar dat... Maar dat gaat toch goed? Is gezet net erop dat je... Nee, maar je dat weet nog even. Maar daar in de scheiding deed. Ja, ja. Wat? Dat is ook geen uurwerk meer, hè? Je weet het niet, hè? Nummer 31, daar woon ik. Het hangt niet aan de deur, maar wij zijn het. Nummertje 31, nee, ik heb het. Zit eraf. Ja, het is voor de belasting, hè. Kennen ze me niet. Kijk, ik ben altijd onvindbaar. Heel graag in Eindewegen woont, hoor. Ja. En we gaan niet weg uit Eindewegen. Wij worden hier in een kist weggedragen. Oh, dat niet, dan hoeven we niet ver gedragen te worden. Nee, we blijven hier. We zitten hier. Iedere maas! Hij toch was zo'n bui. Ik hoor van 1928. Zo. Altijd in hetzelfde dusje. Maar ja, ik ben enkele jaren weg geweest. Ja, dat is waar, ja. Die twee, ja. Ik ben de twee langs einde bij. Ja. De rest ben er al wat tussen lang wonen, maar dan ben er ook die ben onderbroken. Want Jacob is hier ook geboren, maar is een poos weg geweest en is hier weer teruggekomen. Ja, en getrouwd is, is hij weer teruggekomen. Ja, dat is waar. Ja, en die jij ook terug geweest. Henk. Hallo. Hallo. Netjes Henk. Maar Harry komt er ook niet op. Omdat er zo af en toe eens iemand tegen de deur is. Oh, op die manier. Dat is grappig. Ja, ik weet wel, dit is hij hoor. Met een beetje... Langste wonende mensen op Eindewegen. Nou, we wonen hier van 59. Van 59? Ja. En we wonen maar drie in de straat, dat is vrouw Kollemijn, Jaap Kolen en Steenhart en Jo van der Vreude, vieren. De anderen, met allemaal anderen. Ja, en Jan Kloet? Nee, die wonen in de straat. Langs de spoor, is ook ja, de, ja, maar de, dat, de, langs de Eindewegen dan uiteindelijk. Ik kreeg een app voor je de straat. En de spoorstraat op langs. Ja. En je bent hier nooit weg geweest, altijd hier op Eindewegen gewoond? Nee, ik heb door de poppen.
Krulspel, dan zorgen dat je er straks weer netjes bij zit natuurlijk, hè? Ja. Julio, je bent een van de mensen die het allerlangst op het einde wegen woont, hè? Ja, hier in de bus, zeker. Heel leven ook op het einde wegen gewoond, hè? Ja, ik ben geboren in dat huis er op Brassen geweest. En een klein beetje rondgezworven op het einde wegen en uiteindelijk toch weer terug in de spoorstraat. De anker is gegooid en ik ga er nooit meer weg, zeggen ze dan wel eens. Dat is ongeveer waar, hè? Nee, wel op het einde wegen. Altijd op het einde wegen. Dat de spoorlijn zet hier. Ja, maar zo is het niet, hier, joh. Dan moet ik hem nu erop zetten. Wij zijn het laatste. Nee, daar is hij. Maar daarvoor. Ja. Daarvoor moet ik iets. Maar nee, ja, hier, ja, wacht even, dat er is, hoe heet het? Dat is jouw naam, hè? Al, ja, nou, zo, wat het is al ingestaan, is een beetje... Ja, juist, daar ga je dan gaan zappen, hè? En dan even, maar een spulletje, want dat is het bloed. Ja, het bloed is wel. Ja, krijg die al van vissen. Maar die staat ze vissen met een vijvertje onder de waterleiding. Dat is ooit nog van kieken. Echt vangen? Dat is nog haast een kunst die je komt te pakken te krijgen. Je gaat er zeker een reiger die nog wel eens een kans, hè? Dat bij mij lukt het niet, hoor. Ja, maar dat komt omdat je ook wel iets op twee benen moet staan. Hou je dus op één been staan, dan heb je nog wel een kans. Dat is een landbroedsteken dan. De schade viel gelukkig mee. Nu ben je toch meer geweest, nee al de jaren kreeg je toch niet verstand. Schijt dan al, schijt dan al. We zijn niet in huis van 54, dus we zijn hier van de 1e oktober 1933. En de herinnering? Hoef je waarin? En de herinnering? Mijn vader en moeder die zijn toen de bus gerust om mijn vader bij werk kreeg, mijn bedrijfswoning. Ja. En toen zijn wij thuis en toen zijn wij, ja, mijn vader en moeder zijn in de 64 toen gerust. En ja, eerst dat en toen kon
die 3 uur die ben toen verkocht. En toen hebben we alle 3 gekocht, omdat hier de pad achterop kwam. Dus toen ben ik hier gewoond. En toen had ik echt een bedrijf gewoon in de koets. En hoe is we in de trouwt hier in de trouwt kan zelfs weten in hoe ze bent in mijn vader en moeder en toen ben we hier terug. Ja. Ja. Zo lang ben ik hier dan eigenlijk. Ja, echt een eindelijk. Dus dat is 60 jaar hoor. La 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 la. Nu op zullen twee. We'll be right back.
jaar nog een beetje lol van de reunie? Ja, heel veel lol. Ik ben gestrikt voor de... Oh, je ziet jullie wel spontaan lukken. Voor deel te nemen in het bestuur. En ik had zoiets van, ja, het is goed, maar ik heb niet een beetje. Maar het gaat goed, gelukkig niet hè. Het wordt een succes, hè? Ja, maar zeker een succes. De krant zit er boven. Dus, zeker. Ja. En nou de televisie nog. Einde wegen, vanuit het veld gezien. Verscholen achter groen en dijken. De hoeve aan de domeinplaats, bewoond door de familie van de Malen. Een herkenning van verre. Bloemdijk of geen bloemdijk, in elk geval bloemen genoeg op het einde wegen. Het ziet er geel van. Nou zit je hier op Dankeveren tussen je bloemetjes. Het lijkt wel een Engelse cottage. Nou, niet echt een cottage, want het is een beetje te groot. Hè. Dat zie je, die gaat goed. Maar het is, ja, er zijn veel bloemen. Vijvertje, ja. Maar je leert niet enkel de mensen uit de buurt het Engels, maar ook een beetje Engelse stijl. Misschien wel, weet ik niet. Maar ik kom uit de stad zelf. Ik kom niet uit de polder. Nee, ik kom niet uit het platteland, dus thuis waren en kom maar een hokje achter. En dat was, Het scheelt natuurlijk net zo veel in Nederland, Amsterdam, de Bijlmer, die komt niet op mijn gegeven. Ja. What did we betail?
zit in het café. In je neus een snee. En je liet je neigen rot. Nou, je neigen voelt de slot. Een van de alleroudste huizen van het einde wee. Ja, ja. En in de jaren 1500 is hier aan veert ontstaan, hè? Ja, ja. En dat heb ik een keer van huizen horen. Ja, dat klopt. Eigenlijk is dit waarschijnlijk het eerste gebouw dat gebouwd is, ja, op het einde wegen. Ja. Aan het eind van de weg naar het veer. Want het is, ja, gebouwd naar het ontstaan van het veer. Ja, ja. Van oude Geuzes dochter, laat ik het zo even zeggen, die is hier geboren. En hoe ze heet, nou, nog weet ik even. De dochter van Geuzen? De dochter van Geuzen, die is hier geboren. In het oude Veerhuis. In het oude Veerhuis. Hetzelfde als Jan Geuzen. En die, de man, de dochter van Geuzen, de dochter dan, die de man, die is 350 jaar teruggegaan in de archieven, gespit in Middelburg, Goes, overal elders. En verder kon hij niet komen van de achtergrond van dit huis. Maar het is het allereerste begin van het einde wegen, want het einde wegen, dat betekent dat het einde van de weg. Ja, ja. En het, die weg die leidde naar een veertje, naar Wolverziek. Ja, dat kan je eigenlijk niet voorstellen, maar hier achter je huis was vroeger water. Ja, dat klopt, dat klopt, dat weet ik ook. Vandaar ook dat bordje aan de hevel, dat was Veerhuis. Ja, ja. Dus eigenlijk woon je op de oorsprong van het einde wegen. Ja. Want hier lagen de kottertjes aan, hè? De vissers, de visserlui. Beurtschipper, hè? Beurtschippertjes en kottertjes, ja, ja, visserluitjes en, ja, dit en dat. En dan lagen, want was het toen de tijd het vee of? 16. Enge, in lang vervlogen tijden de hoofdvaarroute naar Eindewegen. Zo mag best. Zo'n dingetje erbij om in te praten. Ja, dat is waar. Ja. Maar ja, doe ze maar. Einde wegen. Mm-hmm. Al lang, hè? Ja. Heel lang, hè? Heel lang. Ik weet meestal niet beter als Doezelaar zat achter spoor. Al voordat ik hier kwam, ja, die zitten er al denk ik meer dan 30 jaar. Zo? Ja. Die is hier geboren. Die is hier geboren zelfs. Die is van 35, hè? Van 35. Dan zit hij al 60 jaar op zijn wegen. Ja. Vertel mee. Zeg je wel. Ja, nou, we praten gewoon een eindje in het wilde weg en dan komt van eigen wat tevoorschijn, ja, hè? PK's, dat speelt er nog wat af in je leven, hè? Ja, zeker. Zeker, ja. In PK's, hè? Maar tegenwoordig vind je één PK's, hè? Ja, meestal wel, ja. Twee cv'tjes, ben al aan de kant, het, ja, is een één PK'tje geworden. Een PK'tje geworden, ja. Dat is sport, hè? Elke week? Elke week, elke dag erop. Elke week, elke dag. In een eigen ring, in een, ja, eigen bak. Dus geloof ik zitten dat bij mijn Milo werd in het kampioenschap. Was ik zeker dus van 32 dus. Ja. Maar hij is toch in de kopgroep, hè? Ja, dat is mooi. Ja. Dus ja, dat was wel een beetje sport, hè? Maar dan moet ik een beetje jong van. Ja. Als je stil gaat zitten, ja, dat is niks waard. Dat is niks waard, je, nee, moet je hobby's, nee, hebben. Ja. En je bezigheid kan die hebben nog wel, hoor. Toch wij? Ja. Ja. Die zijn elke dag mee bezig, hè? Ja, die hebben nog meer rollen eruit nodig als een grote Chevrolet uiteindelijk, hè? Ja. Ik kan niet heel groot zijn, hoor, zelfs. Dat dekt het helemaal af. Ja. Dat is rustig, ja. Niet ik. Je ziet niet uit hoe je lang moet vanaf. Dat is niet te doen, hè? Nou, wat zie je nog? Zo weinig. Een koffie, ja.
dat had ik. Maar die andere kon hier niet meer. Wouter niet in tafels, we doen dat in tafels, even doen we naar nu hier en dit gaat hier een podium bouwen, hè? Ja. Moet optreden voor hetgeen wat er moet gebeuren. Als je hier een podiumje bouwt van kisten, dan ben je klaar en de rest moet je allemaal hier houden. Ja, dat was Nico de derde aan. Tuurlijk wel, die zag toch. Hij had een kietje in het trefpunt, toen we mee. Je zou eens even moeten meten. In dat grote huis is je adem als een luus. Zo adem als een luus. Ik ben in de school, dat zullen de meeste pas hier weten. Ik ben hier geboren uit Oven, maar hier altijd gewerkt in de fietsenwereld en in de taxiwereld. En ja, maak je het fijner wat. Alleen op het ogenblik ben ik ziek en dat heeft een beetje de fout. Dus we zullen nu moeten stoppen, maar dat is meestal bekend. Goed, ik ben inboorling zo gezegd. Rosanna van Willy en René. Oh. Er zijn nog wat te vertellen ook. Pop, nu, pop. Ja, ze wordt er wel stil van. Ze is onderin. Ja, ben ik. Ja, want twee van die kleine hukjes hier op het einde wegen. Drie? Drie? Ja? Ook van Zevenster natuurlijk. En? Ja. En die van Menno. Menno, Bouw. Hukje, ja. Ik hoor niet zien of ik eerlijk ben. Ja, ik was hier in de middag, ik stond er aan. Mijn pet gewoon maar aan de weg. Maar het ligt weer straks bij, hè? Ja, dan moet ik die een beetje elkaar doen, linksje, maar daar kun je niet bovenop komen, want van alles gaat er al een keer een tekstje. Ja. Die morgen spelen, hoor, die drie jong katten. Drie? Vanegen kwamen die jongens van. Van die die had in die lood zitten, hè? Blaas het niet meer af, want we moeten alles een beetje water staan, dan wordt het weer anders, maar. Moet je natuurlijk in de vlieg, kom niet meer naar voren. Moet ik naar jou zitten? Ja, waarom niet? Maar je mag ook wel vallen. Misschien nog wel een beeld, ik weet het niet. Ik kan ook antwoorden. Van Gezeren, misschien ook wel wat. Hij wat bijzonders te vertellen. Vandaag niet. Vandaag niet? Morgen terugkomen? Nee, gelukkig niet. Ook niet? Ik ga hem aanzetten, misschien komt er wat tevoorschijn. Ik heb het eigenlijk een beetje over de buurtvereniging.
Ja. Een leuk plekje, een leuk hoekje, lekker dicht bij de speeltuin. Maar er rijden niet veel klanten meer voor, zeker voor de speeltuin. Dat loopt nog steeds goed hoor. Dat loopt nog steeds goed. Speeltuin, wij wonen hier nu 17 jaar en steekt naar ons zin nog steeds. Helemaal is die speeltuin hier 2 jaar en dan hebben we wat meer leven in de brouwerij. Maar dat geeft ook niks, want dat weet je van tevoren, dat is alleen maar gezellig. Yes. Maar dat loopt nog steeds perfect en ik had reuze in mijn zin. Ja, je zit overal kort bij, je zit kort bij Moes, kort bij Jantje Zand en je zit toch vriend. En ja, dan leuke buurtvereniging. En de buurtvereniging, ik vind het nog steeds gezellig met al de activiteiten die Jan ondernemen. Dat was een vrijdagje hadden. Kleine kindertjes die hadden schoolreisje. Kijk, er komt dat kleintje. Ja, we waren jong opnieuw op schoolreis geweest. Zoiets? Ja. Kom eens vertellen van schoolreis. Bandje vol. Hè? Bandje vol, leuk. Een van de mensen die zo'n hobby heeft in buurtverenigingsgebeuren is Anneke. Dat is geen werk. Ik dacht dat wel waar was, hè? Zo ongeveer, ja hoor. Nog wel al bijna 5 jaar lang, hè? Bijna 5 jaar, ja. Bijna 5 jaar. Nee, je moest een beetje gewoon doen. Kijk eens. Die meneer die staat ons te filmen. Dat is mogelijk. Filmde onze burenmaas, Henk. Het is mogelijk. Ja, onze buren net veel drukker. Een beetje buitenzicht op ons. Ja. Het ging nog niet zo lang, maar ons bluffen nog een poosje. Dat was tenminste de bedoeling. Om zit hier toch aan nou ons zin. Als jullie gaan zien. Nee. Ja, we zitten hier toch nou ons zin. Zeker weten. Eigenlijk overal. Ja hoor. We blijven nog een poosje, denk ik wel. Anders van de Spoorstraat wonen er nog niet eens, hè? Nee, dat is waar. Nee, dat moet naar Beuren. Ja, maar ja. Nou, nieuwste bewoners, dat... Niet van het einde weg, maar van de Spoorstraat. Van de Spoorstraat, wel ja. Maar nu het geweest, gooit je eerst niet. Dat niet, maar het is al... Het zit er helder op, zo. Ja. Dan moet je wel weten. Ja, maar niet. Ja, pas zo uit. Geef een film op het plafond nog stukken. Geef niet om, pak je pot maar en strik er maar zo met je spaar. Nee, niet voor de shop. Ja, die weg. Ja. Maar het leven niet. Nee, dat is het leven. Week, vorige week ben ik op de hen van het einde weg geweest. Wat open, bij voor de kosten voor mij. Kom je een toetje, achterhoek, ben twee keer zo week kwijt.
klanten zeg. Ik zit er zomaar een beetje te rusten, nee. Ja. Maar ja, dat is ook een goede leven, hè? Bij fietsen. Goede leven, een beetje genieten van de steun en een beetje tennissen. En, ja. Een beetje tennissen, inderdaad. Wat wil je nou dan? Ik wil je zet hem nou uit. Daar ben ik naar Engeland vertrokken en toen kreeg ik dat van familie te horen. Je moet toch werken naar droog water. Die kachel is er al, zeg ik. Ja, maar als je binnen brocht ook die junior, dan stek je ook wel stof. Ja. En wij kwamen natuurlijk gewoon droog van land af, en anders namen ze niet mee. Nee. Kijk, en dan gingen ze daar in zakken. Ja. Oh. Ja, natuurlijk. Maar en Jannetje, dan vroeg ze s'avonds toch ook waar ze uit binnenkwam bij B, zeker. Ja, natuurlijk. Maar ik zag hem meestal niet wel lachen. Ja, wat. Ik heb zo'n job gekomen onder die heer. Dikkels genoeg op één dag, hè? Ja, op één dag. Ja, ik heb dat al eens nachts gezien dat het onderging en zocht weer opkwam. Ja. Ja, dat is fantastisch, hè? Olaf Maarten, de bouwvak die kwam er weer aan. Ik zei, Bette, me heen in Spanje. De piet is toch op niet veel aan. Ja! Ja! Kwamen uit het vliegtuig, daar viel Angelique niet mee. Ze zei, Johannes, mooi nieuws kieken. Ze heet er van duim in je portemonnee. Hotstrol en Linassa in Spanje. Je zou minder nooit meer zien. Ik bleef wel in zit bevelen. Kan de nebine op spie. Olé, olé, olé. Ai, 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 ai. Me portemonnee. Olé. Ai, 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 ai. In dat kotte aan het komen was de niet voor de poes. Ik hoor nu keihard schreeuwen, ah! En de biesten die kropen uit de douche. Torremolinos in Spanje, je zou minder nooit meer zien. Ik blijf wel in het bijbelen, ik kan er niet binnen op spie. Olé, olé, trap nooit, olé,
oud vreten, ze me niet kleden. Het was er goed in de kost. Een kroketje, ik bedoel je Pieter, of een Hollandse bier voedt een dorst. Ermelinas! Ik liep mijn talenwegje overstreten. De huis die hoor in mijn klutten overtussen. Sowieso, ja, maar ik ga je. Ja, maar je zal een verrassende dingen naar voren kunnen komen. Voor een. Ja, ja, vond ik eigenlijk ook. Ja, bedoel, wie verwacht dat nu? Een optreden van de babbelaar. Een nachtwerk erbij. Ja. Dat vind ik heel apart. Dat is wezenlijk. Vinden ze dat leuk gevonden hadden, uiteindelijk. En de surrender heel vannacht was het wel een prachtige lesmaar. Ja, dat vond ik vooral heel leuk. En natuurlijk toch heel veel mensen die nou, een stukje van je opgenomen en ik. Ja, dat is. Maar je komt hier elke dag in de speeltuin. Als het een beetje weer is, dan kun je ook vinden in de speeltuin. Ja. En Simone die had alleen die jasmijn heb nog mee. Mijn tafel! Hé! De tafel ook even verieven, hè? Zo. Staat de tafel, zeggen we dan, hè? Met op de achtergrond nog een stelletje luidkwakende kibbikers. Ja, de rugstreepvader nog iets. Rugstreepvader? Rugstreepvader. Ja, dan ben ik hier streep aan niet op mijn rug, maar ik werk ook bij de man. Ja, de buurtvereniging, dat is een beetje eigenlijk je lust in je leven, ja. Hier in de buurt. Ja. En eigenlijk een beetje inzetten voor wat leukere dingen hier. Ja, belangrijke dingen ook. Gezellige dingen. Die is voor mij niet al belangrijk. Ze vragen waar ze aan maar en zijn hobby's. En ja, het klinkt dan heel raar, maar dan moet ik eigenlijk zeggen dat het goed is. Dingen organiseren, je eigen inzetten voor de buren draai mee samenleven. Het klinkt niet zo raar omdat dat een hobby is. Want we hebben een ploegje dat we allemaal hobbyisten die toch alles een beetje voor elkaar kunnen krijgen. Hè? En die heel wat grote dingen voor elkaar kunnen krijgen. En dan, weinig centen, hè? Met heel weinig centen. Nou, je ziet hij voor een tientje lidmaatschap wat hij er toch al van kan doen. Hij daar pas weer een fietstocht gehad die naar mijn weten helemaal gratis was. En je kan voor een barbecue, een levend bedrag, de mosselavond, noem maar op. Het is de kinderbingo. En dan denk ik van ja, dat is gewoon gigantisch. En nu wij zoiets als een reunie draaien, zoveel respons op kunnen. En daarna ook nog een grote drukte gehad. Dan maak je nu elke dag zelf met je kinders gebruik van. Dat zou dus de speeltuin wezen, hè? Ja, dat is. Uniek gebeuren op einde. Ja, dat is fantastisch. Hij weet dat de inwoners hier al 25 jaar uiteindelijk om een speeltuin. Schreeuwen ongeveer. En als je dan als buurtvereniging. Binnen 5 jaar er nog één voor elkaar hebt. Ja, absoluut. Waar er. Goeiedag. Hoe was hier, hè?
storm. Marion's in de zon uit dit. Wordt er mee beteeld. Je zit in het café. In je neus een snee. En je liet je neigen rot. Nou je neigen voelt de zot. Je neigen voelt de zot. Wat ben je toch een lul. Jij een prachtig spul. Want in dat grote huis ben je arm als een luus. Zo arm als een luus. Grote doel is dat iets voor jou. Ja, je weet best hoe het zit. En ik weet op een het slit. 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 Origineel handwerk. Prachtig. Gerepareerd, maar nooit vernieuwd. De staande vierkante balk die nou in beeld komt, dat is de zogenaamde koningsspil. Dat is eigenlijk de spil waar heel de molen om draait. Zonder dit ding had de molen totaal geen zin.
Het belangrijkste mechaniek zit in de kop van de molen. Het liggende rad wordt genaamd de koning. Deze heeft wel erg veel tanden op zijn kroon. Daarop dwarsstaande het wiel wat regelrecht door de wieken as, naar boven heen, aangedreven door de vierkante as aan de bovenkant, wordt aangedreven. De liggende as rechtstreeks van de wieken, die zo je ziet wat schuin legt, wordt aan het einde opgelegd en vastgehouden op een stenen lager, een granieten lager. En de varkens kunnen men niet afschaffen, want die wordt gesmeerd met reuzel. Alsjeblieft, ja. U kijkt nou ook in een privéwoning. De bewoner is namelijk niet te zien, die is gevlogen. Voor hem een klein kunstje, want het is een torenvalk die reeds jaren in de molen huist. Eenvoudig van inrichting, toch zeer doeltreffend. Dus geen in voetbal was strijdkikker. Let goed op de richting van het leer. Dan weet je in mijn pokken. Krien in je smoel, wat doe wees hier? Ja, ja, dat doe. Dat doe wees hier. Eigen wegen. Het is zelfs zo erg dat het Zeeuwse dorpje inmiddels een nieuwe naam heeft. Strontwegen. Grote boosdoener is de vlakbij gelegen mestput die al meer dan een jaar onverdraaglijke stank verspreidt. De inwoners hebben er schoon genoeg van en eisen dat de gemeente snel maatregelen neemt. Het is nagenoeg ondraaglijk, walgelijk en braakverwekkend af en toe zelfs. Nou ja, de stank is verschrikkelijk. Als ik in de zomer heb ik in mijn tuin gewerkt, dat is het echt verschrikkelijk. Dan loop je rond met koppijn, dat is niet normaal meer. De inwoners van het Zeeuwse dorpje Eigenwegen worden er letterlijk ziek van. De stank die uit de mestput komt is gewoon niet meer te harden. Al maanden worden ramen en deuren gesloten gehouden. De schone was wappert niet meer buiten en zelfs met mooi weer blijven de tuintjes leeg. Tijd dus voor actie. Ik heb gezegd, het stinkt zo erg, je kan de lucht in blokjes snijden en die blokjes die kan je gebruiken om je tuin te bemesten. Zo erg is het. Wij vinden dat als gemeente ook heel vervelend en proberen daar van alles aan te doen. Maar tot nu toe hebben we nog geen oplossing. Maar er gloort hoop in Eigenwegen. De eigenaar van de mestput heeft weliswaar de vereiste milieuvergunningen op zak. Maar volgens oplettende bewoners maakt hij zich wel schuldig aan andere verboden praktijken. Hij zou zijn mest illegaal verhandelen. Er zit hier 2 miljoen liter mest in dat bakkie. En dat kan van zijn levensdagen niet op dat land. Er wordt daar gehandeld in mest. En dat mag dus niet. Dat is in strijd met ons bestemmingsplan. En dat is de invalshoek die wij nu gekozen hebben om te gaan optreden. De gemeente heeft inmiddels een brief geschreven aan de eigenaar van de mestput. Die heeft op zijn beurt nog niet gereageerd. Oh, yeah.
aan de voorzitter Piet van Engenaam. Meneer Alijnse, één grote verrassing voor ons. Een hele grote verrassing. Vorig jaar en het najaar, wat gaan we volgend jaar doen? We dachten dan was het een idee voor de buurtvereniging. Ja, alles zou misschien wel leuk wezen, volgend jaar ben we 5 jaar, dan gaan we er wat extra gaan doen. Ja, een barbecue extra, wat er allemaal alleen van die liep was. Een reunie, ja, een reunie, er komt gemeens op af. Maar er heeft men eigenlijk wel een keer feest. Zoveel mensen, 250 verwachtingen vandaag. Buitengewoon. Ik ben er hartstikke blij mee. En ik hoop dat jullie nog veel blijer naar huis gaan dan je geweest bent. En ik wens jullie een hele gezellige dag. Dank u. Ik zou me toe vanuit mijn tellen weten komen. Maar ik ben nog een 76, dat is die 32. Die keur ook gaan we echt nu. Blik toch weg. Dat het een heel goed idee is van de buurtvereniging om deze reunie te organiseren. Die is ook geweldig veranderd. Vroeger zijn moet die man spoorvakje, of gewoon vakje weer op gaan zijn. En het was geen begin nog niet meer. Het klein vakje weer aanwezig met de dorp. Het kortste weg van de Noordwijkse weg is het station. Maar vroeger zijn die mensen op. Het kortste pad is waar.
vind het bijzonder leuk dat Truus Brasser de moeite genomen heeft om voor Eindewege een buurtlied te maken. En het is een heel eenvoudige wijs, maar ze heeft toch zelf de woorden maar verzonnen en het drijft nog allemaal op. Daarom, de muziek gaat straks aan en dan wil ik dat we z'n allen zingen. Van vroeger, onze oude zondagsvolmeester, dat was er in de schuizoor, die zei, kunt u zingen, zing dan mee. Dus ik vertrouw op iedereen dat nu volle borst mee zingt. Thank you.
heb met veel plezier aan deze film gewerkt. En ik bedank dan ook iedereen hartelijk voor zijn spontane medewerking. Ik dank u wel.